Wij zijn in de stad in Nieuwpoort. Het is vandaag iets minder weer. Een beetje regen, een beetje grijs. En we zijn visslaatjes aan het halen op het zand. Ik heb... Zeer druk vallen. Ik heb 3 slaatjes mee voor Sam als cadeautje, maar dan kunnen we dat straks eten. Dus we zijn hier, mama en papa zijn er ook aan het nemen. Yummy, kijk lekker. Yummy, yummy, yummy. En zoals je ziet, het is niet zo goed weer. Mama hier heeft een regenjasje aan, mama ook. We zijn nu iets aan het drinken bij Tartinet in de winkelstraat. Wel super gevoelig uit. Allemaal zo met hout en kussentjes. Zoals hier. Super cozy uit. Oké, we gaan vertrekken naar huis. Kiki is hier. Wacht even. Oh, hij is daar. Ik voel mijn benen toch niet? Ja. Oh, hij zit in haar onderbroek. Sorry, showing aan het doen. Take out our hearts just to tear them apart. Putting on a face just to play the part. Fake emotions. Hallo, ik ben terug thuis van de zee. Oh, het was zo leuk. Het is echt super tof geweest. Ik ga er even zitten. Maar echt heel goed geamuseerd. Het was echt leuk om zo nog eens met mama en papa en mijn zusje zo alleen te zijn. Het was lang geleden. Natuurlijk had ik Sam er ook graag bij gewild en Lucas, mijn zus, erg lief. Maar dit was ook wel echt dus leuk. Muffin, niet kretsen aan de zetel, nee. Maar ik ben ook wel blij dat ik terug thuis ben met de katjes. Ik ga me nu douchen. Het is mollig. Oh, mijn haar van aan de zee is echt zo verwaaid. Ik weet wel nog niet als ik mijn haar ga wassen. Ik ga kijken. En dan ga ik iets klein maken om te eten, want ik heb honger. En Sam is drek wel hier, dus dan gaan we eten, maar ik kan echt niet wachten. Dus ik ga al iets klein eten. Ik heb mij een beetje soep gemaakt van de Albert Heijn. Er stond hier nog kokoslinzen, denk ik. En dan 3 crackers met kaas en mayonaise. Lactosevrije kaas en water. En dan ga ik ondertussen monteren. Kijk wie hier is. It's me. Hey! We're united. Oh, did you miss me? Ja, yeah, heel hard. Ik wil ook. Sam is eitjes aan het bakken. Hier, my mister. My handsome man. Zondag. Ja, zondagsroutine, maar dan op maandagavond. Schade inhalen. Ja. En we hebben visslaatjes van deze middag. Kijk, ik zal u dat zeggen. Hè? Ja. Noordzeesla, zalmsla, lekker. En van het huis. Dat was een soort krabvis. Krabvis. Ja, we hadden er veel geproefd. Van kruiken. Ja, we hadden er veel geproefd, maar de garnaalsla en zo vond ik niet zo lekker als deze allemaal. Dus ik heb deze gekozen. Goed? Ja. Dat is zo verse zalmsla. Ja. Dat is ook wel goed. Mm.
lekker. Mmm, krab, krab en kraak. Mm. Deze is mijn favoriet, denk ik. Ja? Oké, yummy! Yummy! We gaan in de living eten. We hebben ook tomaatjes, stokbroodje, thee en eitjes komen er nog aan. Okay, het is ondertussen 9:15. Mooi uurtje om te gaan slapen. Ja, wij gaan slapen. Ik ben echt stikkapot. Dus ik kijk er naar uit. En we hebben net afgesproken dat we ons terug gaan herpakken met gezond eten, fitnessen en alcohol. Ja. Niet herpakken met alcohol. Ik bedoel geen alcohol. Zo min mogelijk, ach geen. Ja. Want ik voel gewoon dat dat niet goed is voor mijn lijf. Nee. En ik heb geen energie de laatste dagen en ik ben zo moe. Dus we gaan er weer voor, hè. Ja, we gaan elkaar supporten. Mijn lichaam heeft het nodig. Ja, met mij echt, ook. Hè? Ik voel dat echt. Je energie is zo... Ja. Een pak lager en de creativiteit en alles weegt zo door. Ja, en voor Ibiza gingen we zoveel sporten. Mm. En allee, zoveel, ook niet overdreven, maar wel goed gewoon. En aten we gezond en waren we er wel zo mee bezig. En dan voelde ik mij ook echt goed, lichamelijk, maar ook mentaal. Mm. En sinds we dat niet meer doen, heb ik ook veel meer last terug van angst. Terwijl ik wel mijn pilletjes neem. Ja. Maar zoals vandaag ook, net ook. Ik kreeg het ineens heel heet en ik voelde me niet goed. En dan moet ik gaan liggen en dan... Dus hier en lichamelijk. Ik wil gewoon dat dat terug beter wordt. En dat ik terug mijn uitlaatklep in het sporten kan vinden. Dus dat gaan we doen vanaf morgen. Ja. Al moeten we morgenavond naar een event. Maar ja, we kunnen maar, wel een beetje opletten wat we eten terug en dus misschien al is het soms eens gaan wandelen of zo. Dat zou wel goed zijn, hè. Dus dat. Oké. Wij gaan nu slapen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Vergeet ook geen leuke comment achter te laten. En wij zien jullie morgen.